Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we eens even kijken wat je gidsen jou willen vertellen. We gaan vandaag intappen op de energie, welke boodschappen jij door middel van jouw gidsen mag ontvangen. Ben ervan bewust, het blijven collectieve readingen, dus het zal niet met iedereen resoneren. Neem echt alleen het stukje wat van toepassing is en laat de rest lekker los. En laat het er dan zijn voor degene die het wel mag ontvangen. En wellicht dat een andere video dan weer voor jou bestemd is. Zoals je ziet ligt er al een kaart. Ik heb er even een edelsteen opgelegd. Omdat er wat bloot op de foto staat of op een plaatje. En dat mag wegens de richtlijnen van YouTube niet meer. Deze kaart kwam er al uit tijdens het pre-shuffelen. Dus ik heb deze gelijk maar aan de kant gelegd en meegenomen. De andere kaarten gaan we zo meteen ook nog shuffelen. En dan gaan we verder met de tarot weer kijken wat er naar voren mag komen. Dus we shuffelen even nog wat kaarten erbij. En dan draaien we dadelijk ook de hardkaart om. We krijgen verkeerde intenties. Niet alles is wat het lijkt. Laat je niet misleiden. En we hebben onrust. Je wordt overspoeld door emoties, onrust en weerstand. Voel wat jij nodig hebt om weer terug bij jezelf te komen. Dat kan natuurlijk ook zijn door de energie van deze week. Hè? Dat er toch wel van alles gaande is. En onder Kandek krijgen we levensdoel. Laat je richting niet bepalen door meningen van een ander, maar volg je innerlijk kompas. En dat innerlijk stuk hebben we natuurlijk echt al vaak benoemd, hè, de laatste tijd. Nou, laten we eens even kijken. Freedom, there's nothing stopping you. The path is clear, if you want it to be. Dus je pad is helder en veilig om te bewandelen, als jij er maar in gelooft dat het voor jou bestemd is. En dat is dus wat hier ligt. Dit zal niet voor iedereen zijn, maar er zullen mensen zijn die te maken hebben met een element wat niet voor jou bestemd is, waar je uit mag komen. Nu is het ook zo dat er heel veel mensen mij al persoonlijk hebben bericht, maar ook wel via berichtjes onder de video's, dat ze door een behoorlijke intense tijd aan het gaan zijn. Dus mocht dit voor jou zijn dat jij dit al hebt ervaren, dan kan de reading ook nog voor jou zijn. Hè? Schrik niet gelijk af van de twee kaarten die hier liggen. Wellicht kan de hele reading een andere wending krijgen, dat het alsnog voor jou is, maar dat dit een eye-opener is. Oké, er is iets verkeerd geweest in een eerder stuk. Dat heeft veel onrust veroorzaakt, maar door je innerlijk kompas te blijven volgen, zul je die vrijheid kunnen gaan creëren. En kun jij dus doelen neer gaan zetten wat wel te behalen is in jouw zijn, in jouw zielspad. En dit hoeft niet altijd gekoppeld te zitten aan een romantische relatie. Dit kan ook zeker te maken hebben met verkeerde mensen op het werk of verkeerde vrienden die jij te lang in je leven hebt gelaten, die jou misschien een trillingsenergie omlaag halen. Heel veel dingen kan het zijn. Maar voel vooral of een reading iets doet met jou. Raakt het jou of grijpt het jou? Dan zal er een boodschap toch voor jou in zitten. En heb je zoiets van, ja, dit is niet van mij. Ja, dan de volgende keer wellicht dat er wel een boodschap voor jou in zit. Je gidsen geven in ieder geval weer dat jij, je hebt de inzichten. Je krijgt de mogelijkheden. De mogelijkheden liggen er al. Het is alleen aan jou om deze ook aan te gaan grijpen. Want ze kunnen het wel aanbieden. Maar jij bent degene die er iets mee mag doen. We krijgen de palm tree, de palmboom. Flexibiliteit staat erop. Een stukje groei, stabiliteit. Veiligheid ook wel. En we hebben de klok. En het voelt voor mij als dat dit nu de tijd ook is dat dit nu mag aangekeken mag worden. Dat het nu ook de juiste moment is als dit zeg maar in jouw leven komt, dat dit nu ook de tijd is om er iets mee te gaan doen. Tijd om te helen, tijd om dit proces in te stappen. Maar neem daar ook de tijd voor, want geduld is daarin ook een belangrijk aspect. Want sommige dingen kun je merken dat je sneller zou willen, maar daardoor pak je dus eigenlijk een
binnendoorweg, waardoor jij dus ja, dingen overslaat wat je wel aandient te kijken. Maar we gaan eens even met de tarot verder. De Ridder van Staven komt op kop. Dus die komt er al op kop uit. We gaan eens even verder kijken wat er aan toegevoegd mag worden. De Wereldkaart, oké. Okay. Je kunt te maken hebben gehad, of nog te maken hebben, met een persoon die een beetje, ja, hoe kan ik het zeggen? Een beetje arrogant misschien is. In eigen belang handelt. Maar daar gaat een eind aan komen. Daar gaat een voltooiing in komen. Dus die situatie ziet er hier eigenlijk al heel snel uit van oké, okay, iets is niet goed. Dat brengt onrust. Die man, die, of, ja, dit is nou een mannelijke kaart, maar kan dus ook een vrouw zijn. Die denkt te veel aan hem of haar eigen dingen. Een stukje egoïsme is daarin meegenomen, maar... Ik heb zoveel kennis, ik weet wat mijn levensdoel is, ik weet welke richting ik heb of in kan zetten. Wat mij meer stabiliteit geeft, wat mij meer inzichten geeft, maar waardoor ik wel flexibel moet zijn. In de zin van moeten van, als ik dat niet zou doen, dan kan ik het niet veranderen. Dus je dient wel iets te veranderen in jouw flexibiliteit om iets te kunnen gaan creëren. En... dan kun je dat stukje en dat woordje moeten ook verzachten. Hè? Dan kun je ook zeggen, ik ben in staat om me flexibel op te stellen. Om mijn levensdoel te kunnen gaan behalen. Ik volg mijn innerlijke stem en laat me daardoor leiden. Je gidsen zijn dag en nacht bij je. Je hebt lopers, hè? Mensen die altijd om je heen zijn. Je hebt gidsen die op de achtergrond staan. Maar wel op de voorgrond treden als jij het aanroept of nodig hebt. En dan zul je ook merken dat je niet alleen bent in dit geheel. En ik voel dat er veel meer mensen daar ook mee gaan contacten met gidsen. Voor sommigen die nu aan het kijken zijn, kan het een ver van je bed show, als een ver van je bed show klinken. Maar zul je wel geprikkeld worden en nieuwsgierig worden naar wat dit zou kunnen betekenen. We hebben de 8 van bekers krijgen we erbij. Nu kun je weglopen van het hele geheel. Maar toch zul je triggermomenten krijgen van mensen die onrust nog kunnen prikken naar jou. En dan is het eigenlijk als test of een les van wat doe jij ermee? En je gidsen geven ook weer van ja oké, het kan nog onrustig zijn. Of het kan onrustig voelen. Ondanks dat jij het gevoel hebt, ik ga mijn pad tegemoet. Er zijn altijd patronen die nog even als trigger aan jou zitten te trekken. Wat heb je ervan geleerd? Blijf je jurk hangen, ja of nee? Of kun jij er omheen slalommen en raakt het jou niet meer? Hoe hoger jouw trillingsenergie wordt, hoe minder jou iets in een negatieve zin nog kan raken. Dat komt omdat het dan niet jou kan bereiken. Omdat een lagere trillingsenergie... niet die hogere trillingsenergie kan bereiken. Wel als jij in een terugval zit en heb je trillingsenergie ook weer wat lager, dan kan dat jou raken. Maar ben jij in die upgrade, dan zul je ook merken van oké, het doet me niks meer. Ik kan dit ontkoppelen, ik kan hiervoor weglopen. Maar ook jouw gidsen zorgen er dan voor dat het pad eigenlijk zo vrijgemaakt wordt. Dat die obstakels, die verkeerde intenties of die onrust jou niet meer zoveel zal doen. Of niet meer iets zal kunnen doen. In het aspect waar we hier dan over praten. Er kunnen altijd nieuwe elementen weer komen. Wat dat dan wel weer zou creëren. Maar op dit moment voelt het als niet. Het is wel zo dat we krijgen hier de koningin van zwaarden erbij. Het is wel zo dat... je ook niet hoe kan ik dat zeggen? Ik zie hier voornamelijk dan die ijs, hoe kun je het noemen? IJsmuur zullen we het zomaar even noemen. Die ijsmuur zorgt er ook voor dat het jou niet meer kan bereiken. Maar die ijsmuur is niet
onbreekbaar. Het kan nog steeds gebroken worden. En dat heeft ermee te maken met die trillingsenergie. We zien hier ook die harp. Hè? Harpen hebben natuurlijk ook een bepaalde trillingsenergie. Een bepaalde hertzfrequentie, hertz. Wat een trilling met zich meebrengt. En we zien hier die elfjes. Waarbij je dus ook, hoe hoger jij blijft zitten in je energiestroom, hoe minder iets jou kan raken. Want daardoor heb je dus die beschermlaag om je heen. En die beschermlaag wordt en door je gidsen neergezet, maar ook door jouw beschermengelen. Dus het is eigenlijk een en-en reading. Niet alleen wat je gidsen je over willen brengen. Ze willen jou inzichten geven dat jij ondersteund wordt, beschermd wordt. Ik krijg een piep in mijn oor. Dat is een teken dat ze ook door middel daarvan met jou communiceren. Dus mocht jij de komende tijd een piep in je oor krijgen, denk dan even terug aan jouw gidsen. Of aan jouw engelen. Wat willen ze jou zeggen? Ga er dan ook even voor zitten. En voel het dan ook in. Dan zul je boodschappen door gaan krijgen. We krijgen de 8 van zwaarden op kop. En dat is heel erg mooi. Want dat is betekenis dat jij niet meer vastzit. Dat je de focus hebt verlegd. Dat je vooruitgang hebt. Dat die verandering in is gezet. Dus dit is een eerdere item geweest in jouw leven. En voor een enkeling zal het misschien nu zijn. Maar dit is wel al in een groot proces aan het ontwikkelen, transmuteren, verlichten. En we krijgen de 2 van staven erbij. Voelt van mij dat je nog in een bepaalde comfortzone probeert te blijven. Terwijl je op een tweesprong staat van beslissingen nemen. En actie neer gaan zetten. Dus al ligt hier dat je de ruimte hebt gekregen om vooruit te gaan, blijf je toch nog een beetje in die afwachtende status. Maar we gaan eens even kijken. Met een ander deck wat er nog aan toegevoegd mag worden vanuit jouw gidsen. Voor sommigen kan het zijn dat het communiceren met je gidsen lastig gaat worden. Want het shuffelen van de kaarten lukt niet. Dus ben ervan bewust dat er toch wel in het energetisch veld wat stagnatie zou kunnen zijn. En dat heeft er vooral mee te maken met jouw vertrouwen in wat er nog meer is. Mensen die dit kanaal kijken, die zijn allemaal toch spiritueel wel geïnteresseerd. Of staan ervoor open. Of zijn er nieuwsgierig naar. En dat is eigenlijk het begin. Want voor mijn gevoel zit spiritualiteit in iedereen. Alleen niet iedereen zal het in dit leven gaan activeren. En dan krijg je dus het verschil tussen de 3D en de 5D of hoger. En er zullen altijd mensen, iedereen zegt, ja, er is al een nieuwe wereld ingezet in de 5D. Dat klopt. Maar voor mijn gevoel, en dat is mijn gevoel, hè, dat hoeft niet iedereen zijn waarheid te zijn, zullen er altijd nog mensen in de 3D-energie blijven hangen. Omdat hun die activaties niet aan willen gaan tijdens hun reïncarnatie en hun zielscontract. En dat is daar is geen goed of fout in. Dat is gewoon een keuze wat je als ziel hebt gemaakt. Maar mensen die op dit kanaal komen, die zijn er wel uitgestapt uit die 3D-energie. Die zitten in die overgangsfase of die zitten al in die 5D-energie of zelfs misschien hoger. En dan zul je ook merken dat je dit ook allemaal meer kunt gaan snappen. Dat je het ook meer als herkenbaarheid gaat voelen. Of een bevestiging. Even kijken. Oké, we krijgen ze beide op kop. En de onderkant dek is de wereldkaart. Dus het is van belang dat jij je onzekerheid aan de kant gaat schuiven, waardoor je dus ook de vertragingen die dus met zich mee zijn gebracht, hè, door bepaalde aspecten niet aan te kijken. En dit is een stukje wat ik nu voel, wat gekoppeld is aan het stukje wat ik vertelde over die binnendoorweg nemen.
Als je je binnen doorweg neemt, zul je niet alle onzekerheden of aspecten aankijken en dan word je weer teruggezet op het pad om vervolgens een ander pad te kiezen wat voor jou dan misschien als omweg voelt, terwijl het eigenlijk meer zal bereiken in een kortere tijd als dat je die binnen doorweg hebt gepakt. Maar dit gaat eigenlijk door jouw gidsen wel geleid worden. Dus je gidsen geven nu aan van oké, je zat even op het verkeerde pad, maar we ondersteunen jou, we zetten je op een nieuw pad en vanuit daar kun jij een voltooiing gaan inzetten. En die voltooiing heeft er ook mee te maken dat jij dus niet meer vast hoeft te zitten. Het kan ook zijn dat je een binnendoorweg hebt gekozen, wat achteraf een doodlopend weggetje is gebleken. Waardoor je dus weer terug moest op het weg, om de weg te zoeken hoe je dan verder kunt gaan. Maar je gidsen geven aan, we geven je tekens door middel van een piep in je oor, of door middel van synchroniciteit, of aha-momentjes, een artikel wat je leest, of wat dan ook, hè, zal voor iedereen anders zijn. Maar je wordt begeleid, je krijgt die vrijheid, je krijgt de ruimte. Kreeftenergie onder kan dek, de chariot komt erbij, de hierofant krijgen we erbij. Dus het is echt wel dat die vernieuwing, zolang je maar blijft vertrouwen op wat jou kan brengen in de positieve zin. Maar ook het stukje dat er voordat er iets positiefs ontvangen zal kunnen gaan worden, soms ook eerst iets pijnlijks opgelost dient te worden. Of misschien een ervaring wat je hebt gekregen om vervolgens te leren ontvangen weer. Er zit vooruitgang in. Het is wel die yin-yang energie. Dus het is belangrijk om je mannelijke en vrouwelijke energie in balans te gaan krijgen. Er zit ook een gevoel van, het kan zijn dat sommigen een reis gaan maken. Of op vakantie gaan. Of gaan verhuizen. Waarbij jij dus vastberaden hebt besloten van, oké, ik ga dit nu doen. Want ik voel me hier vrij in. Ik voel me hier in groeien. En dit is de zone waar ik in wil zitten. Maar die zone kan ook heel comfortabel zijn, waardoor je dus ook zoiets hebt van oké, ik wil eigenlijk in die bubbel blijven zitten, want dat geeft mij een goed gevoel. Hier geeft de kaart weer van nee, je mag echt vooruit. Het is tijd om die comfortzone te verlaten. Het is tijd om nu ook echt daadwerkelijk stappen te gaan zetten. En dat kan alleen als je uit je hoofd gaat. Als bepaalde gedachtenpatronen jou niet meer domineren. En dat je dus echt naar die andere shifts kunt gaan. Die shift waarbij jij jouw denkwijze of conditioneringen kunt ontkoppelen. Waarbij jij naar die vernieuwing kunt gaan. Een stukje ontwakening, een stukje positiviteit in de keuzes die jij maakt. Een stukje reflectie zit daar ook aan verbonden. Maar ook daarin geven jouw gidsen wel weer van oké, maar lieve ziel, wij zijn er voor jou om jou te beschermen. Waardoor jij dus minder in je hoofd gaat zitten. En het moment dat jij in jouw energiestroom van intuïtiviteit gaat zitten, voel jij je eigen misschien kwetsbaar. Maar wij staan daar om jou heen om jou te beschermen. En dan zul jij die shift nog sneller kunnen gaan maken. Kijk eens, en we krijgen de sterren bij. De sterkaart, onderkant daar krijgen we de acht van zwaarden. Die ligt hier op kop. Dus het is van deze situatie gaan we naar die vrijheid. Die vrijheid waar je eigenlijk al in zit, maar zelf nog niet helemaal hebt ervaren of inziet. De sterkaart geeft natuurlijk ook weer dat geluk en dat er hoop is om het vertrouwen te mogen hebben. Om weer te mogen gaan ontvangen. En dat gaat zeker gebeuren, want ik zie het hier echt wel in een mooie positieve zin naar voren komen. Ik pak als laatste voor jullie nog een engelenboodschap erbij. En dan hoop ik dat we voor deze dag toch een mooie boodschap van je gids hebben over mogen brengen. Laat dan ook vooral een berichtje of een like achter als je iets aan deze reading hebt gehad. Als dit iets met jou heeft gedaan of iets getriggerd. Weet dan dat er iets voor jou inzet, dat je er iets mee mag. Oké, wij krijgen erbij emoties, engelen van inzicht. Negatieve emoties zijn een kans om over jezelf te leren. Wij brengen je inzichten waardoor je kunt vergeven. Heel mooi. Nu heb ik het natuurlijk
met de energie-update ook al over die negatieve emoties of gedachten of uitspraken of intenties gehad. Dit kan hierin meegenomen worden. Dus daar zul je ook een verandering in plaats kunnen laten vinden. Maar lieve, lieve ziel, ik hoop dat je dus iets aan deze reading hebt gehad. Een boodschap van jouw gidsen, maar ook wel een stukje engelen daarin meegenomen. Dan wens ik jullie een fijne tijd nog toe en tot de volgende video. Doei doei!